Welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Het is een beetje een gevoelig onderwerp. 3 jaar geleden is mijn mama overleden. Ik heb daar heel hard voor gezorgd. Toen ze kanker had, we wisten dat ze ook kanker had. Maar we wisten niet dat het heel snel ging gaan. We hebben altijd gedacht van, het gaat wel heel traag. Het gaat niet snel gebeuren, maar... Toen ze op rond maart een beetje begon af te takelen, zullen we het noemen, en ik voor haar moest beginnen zorgen die week, wist ik al meteen van dit komt niet goed. Er waren wel heel veel mensen die zeiden van het komt wel goed, het zal wel oké zijn. Zat ik hier eigenlijk helemaal alleen. Mijn broer heeft wel een paar keer komen kijken, maar ik heb vaak de buurvrouw moeten storen om te zeggen van mijn mama is gevallen. Kunt je mij komen helpen? Ik heb hier de hele tijd alleen voor haar gezorgd. Ik heb ervoor gezorgd dat zij hier op het bed, dat is eigenlijk waar onze stoel nu ongeveer staat, want het stond haar bed dan en daar lag ze in. En ik heb daar de hele tijd drinken gegeven, gezorgd dat zij het beste had wat er kon. Maar op een gegeven moment ging dat niet meer. Op een gegeven moment kon ik niet meer voor haar zorgen. En moest ze naar het ziekenhuis. Toen was het 1 april, de verkeerde datum. Hè, want iedereen op 1 april ja, maakt grapjes en zo van die dingen allemaal. En dat was een heel raar gevoel om dat dan tegen de mensen te melden. Van, mijn mama gaat naar het ziekenhuis. Zij komt nooit meer naar huis. Ze gaat daar sterven. Dat was heel moeilijk om aan de mensen te laten weten. En nu nog altijd. Nu is dat nog altijd heel moeilijk. Want ik heb een heel goede vrienden. Hè. Die maken mij ook blij. Die maken mij ook elke dag blij. Maar het is wel heel moeilijk. Ik zit er altijd denk van, allee, wanneer komt ze nu door de deur? Wanneer gaan we samen boodschappen doen? Wanneer gaat ze mij wakker maken? Wanneer gaat ze er zijn? Dat is ook vooral als ik op school ben en ik heb heel leuke dingen gedaan. Dan kom ik thuis in een leeg huis. En dan praat ik eigenlijk een beetje met Konijn. Een beetje met Kieseltje, dus te zien wie op dat moment in de zetel zit. Meestal is dat een muffin. En dat doen wij heel raar om te zeggen van, ja... Sta je dan? Je staat daar helemaal alleen. Ik ben ook heel snel volwassen moeten worden, ook al was ik 29, maar doordat ik een verstandelijke beperking heb en autisme, ben ik heel snel volwassen moeten worden. En in het begin was dat heel leuk. In het begin was het van, ah ja, wij mogen gaan doen wat andere mensen ook doen. Thuiskomen, het gevoel om alleen te gaan wonen, het gevoel om er te staan. Dat was heel leuk in het begin. Dat was echt wauw. Dat was iets dat nu veel voor open ging. Ik had dan ook het probleem dat de corona was, dus ja, het corona was er uitgebroken. Er was ook dan ook niet de moment om andere dingen te gaan doen. Het enige wat ik kon doen was thuis zien te redden. Ik kreeg wel een kuisvrouw, ik kreeg nog altijd een kuisvrouw, ik kreeg wel hulp. Dat is het probleem niet, maar nee, het is toch moeilijker dan heel veel mensen zullen denken. Heel veel mensen die weten... wat het is om alleen te wonen, mensen die weten hoe het is om een beperking te hebben, want mensen die het niet weten hoe dat is, kunnen zich daar ook niet voorstellen hoe dat nu moet zijn. En als de miserie dan nog niet genoeg was, ik had dan ook een heel goed vertrouwenspersoon, dat was Miranda, die heeft echt haar best gedaan, Miranda. Je wilt dat niet weten wat die heeft gedaan. Die, als ik ging slapen, dan zorgde ze ervoor dat ze mee tot boven, als ik aan het slapen was, legde ze webcam af. Maar die namen ze dan ook uiteindelijk bruut weg. En moest ik het op plots nog eens een keer helemaal alleen gaan redden. Ook al was zij hier niet fysiek, hè, en niet lichamelijk, maar ze was er toch altijd. En nu, als ik nu kijk hoe dat het nu loopt, hè, want dat zullen wel heel veel mensen willen weten, hoe loopt het nu? Het loopt aan één kant wel goed, maar aan de andere kant heb je zo het gevoel dat je nooit hebt kunnen rouwen, dat je nooit een plaats hebt kunnen geven, dat je nooit... daar zijn kunnen zijn eigenlijk, voor jezelf. Want het is allemaal lopende band, je gaat wel werken, je gaat er altijd staan. Plus, ik was ook in transitie op dat moment, ik moest een borstoperatie doen. Dat heb ik ook allemaal niet kunnen delen met mijn moeder. Mijn moeder heeft nooit gezien hoe ik er nu uitzie. En dat doet toch wel een beetje pijn. Dat doet heel veel pijn als je achteraf beseft van... Mijn moeder heeft mij nooit gezien hoe ik eigenlijk was, hoe dat ik eigenlijk zou zijn. En dat is ook wel heel moeilijk om daar te aanvaarden. Dat is heel moeilijk. Het is ook heel moeilijk om vanaf dat ik bijvoorbeeld Christopher Beeken zie op de televisie, dan begin ik al helemaal te flippen, dan begin ik al helemaal
stil te worden. Ja, soms denk ik aan de momenten van wanneer kan ik die nog eens een keertje terugzien. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet, want ja, je moet de kliniek terugzien. En dat is heel moeilijk eigenlijk om te aanvaarden. Dat is heel moeilijk, dat is heel moeilijk. Ik ben ook geen persoon die zit te blijten in een hoekje en zo, dat ook niet. Die me daarom kwaad maakt. Maar ja, dat is toch wel een heel impact geweest op mijn leven. Een hele grote impact op mijn leven. Dat was niet simpel. Dan, ja, wat jullie allemaal wel weten, of nog niet weten, want ik heb er eigenlijk nog niet over gecommuniceerd. Dan gebeurt het dat je dus, ja, geen familie meer hebt in één keer. De familie valt in één keer weg. Die willen geen contact meer, zonder echt namen te noemen. Dan in september, vorig jaar, dat weten jullie ook allemaal, is Heidi, mijn grote held, weggevallen. En dat was toch precies zo van, ja, iedereen die je graag hebt, valt weg. En dat maakt het nu ook zo moeilijk om nieuwe vrienden te maken, om vrienden te hebben. Omdat je de eerste schrik hebt van, ik ga ze verliezen. En dat is eerst wat je denkt. Verliezen aan de dood, verliezen aan van alles en nog wat. En dat maakt het wel heel moeilijk, want je wilt niet tegen die persoon zeggen van, kijk, ik ben bang om je te verliezen, ik ben bang dat je per dag niet meer gaat zijn, dat ik weer alleen te komen te staan, dat ik het weer helemaal alleen moet gaan doen, ondanks dat ik zoveel mensen om me heen heb. Maar die mensen die niet altijd mijn verdriet, die denken dikwijls van, ja, het is wel heel blij en zo'n dingen allemaal. Ook op school denk ik dat ook wel heel vaak. Maar van die van binnen zit er heel veel verdriet. Heel veel verdriet. En ik ga ook wel naar een psycholoog en zo tegenwoordig niet. Want ja, de psycholoog is, ja, is er voorlopig niet. Maar ja, dat is eigenlijk een beetje hoe het met mijn leven nu gaat. Een beetje chaos, maar ook wel, ja, toch blijven doorgaan en toch blijven de uitdaging aangaan en toch blijven proberen te blijven overeind te blijven. Maar ik vind alleen gewoon totaal niet leuk. Totaal niet. Ik ben blij dat ik mijn dieren heb, dat ik elke avond kan bellen. Maar ook als ik ga slapen, ik slaap eigenlijk ook niet 100% goed. Want ik heb ook altijd schrik. Elk geluid, elk dingetje, elk wat dan ook, heb ik gehoord. En dat is heel moeilijk, want ik heb altijd schrik dat er van alle dingen gaan gebeuren. En ik moet natuurlijk ook heel veel leren natuurlijk. Ik kan nu wel zelf koken, ik kan zelf alleen gaan slapen, ik kan nu naar de winkel gaan. Maar toch, ik sta nog niet op het punt om alles zelf te doen. En dat is ook heel vervelend. En dan ben ik ook wel een beetje van, ja, lijkt jullie allemaal samen zijn. Van, allee, waarom kan ik dat dan niet? Waarom lukt dat bij mij niet? Wat doe ik verkeerd? Maar ja, ik weet ook dat dat gewoon soms niet lukt. En dat dat soms ook gewoon blokkeert. En dat geeft ook heel veel stress, omdat je het zelf niet echt aan kunt. Wat dat je wilt doen en wat dat je wilt doen. En ja, en daarom ben ik ook aan het denken om toch hier iets te doen, waardoor ze nog meer centraal staat. Want nu staat ze op de kast en mijn mama staat gewoon op de kast. Die staat gewoon daar achter ons, op de kast. Daar. Dus ja, dat is eigenlijk het enige. Ze staat gewoon bam op de kast. Maar je ziet die eigenlijk niet, want ze kijkt nooit naar de kast. Want die kast is achter u als je aan de tafel zit. En als je in de zee zit, zie je die kast ook niet. Dus ben ik eigenlijk een beetje aan het zoeken, wat kan ik nu doen om mijn moeder mee centraal te zetten. Meer de mensen in centraal zetten die je graag ziet. Zo mensen die vooral gestorven zijn bedoel ik dan. Om hier iets te doen. En ik denk zo een kader maken om de mensen dan erin te hangen. En dan aan deze muur te hangen. Ik denk dat dat het beste is voor allemaal. Dus hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Dan zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.